In september 1944 vindt een ontmoeting plaats tussen Jacoba van Toren, verzetsnaam 2000, leidster van de groep 2000, en Henk van Randwijk, verzetsnaam Sjoerd, leider van Vrij Nederland. Het zou de eerste van een reeks confrontaties tussen de twee worden. Confrontaties waarbij niet alleen twee sterke persoonlijkheden botsten, maar ook twee opvattingen over verzet, wat belangrijk verzet was en het leiderschap dat daarbij hoorde. De aanleiding voor de ontmoeting was dat Van Randwijk op zoek was naar nieuwe mogelijkheden om bonkaarten te verkrijgen voor nagelaten betrekkingen van Vrij Nederland. Die kaarten had hij tot het voorjaar van 1944 van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, kortweg LO, betrokken, maar dat was na de arrestatie van LO-leider Henk Dienske niet langer mogelijk. De LO had hem, zo schrijft Jacoba, naar de geheimzinnige 2000 doorverwezen. En ik citeer uit het boek. Ga eens praten met die juffrouw 2000, die nogal wat kanalen en wegen kent, als een der oudsten een doorgewinterde in het vak is en bovendien over middelen schijnt te beschikken die wij niet hebben. Sjoerd was, zo vervolgt Jacoba, zeer verbaasd over wat hij aantrof, namelijk een vrouw, een bewogen vrouw, Bewogen met het leed der wereld dat van alle kanten op haar afstormt. Hij zei: Mijn hemel, hoe presteert u het om hier illegaliteit te bedrijven, en dan nog wel zo dat ik naar u verwezen word als naar een soort duivelskunstenares? Jacoba antwoordde: Dat doe ik ook niet. Ik bedrijf niets, maar het komt naar mij toe. Er komt geen duivelskunst aan te pas, want het gaat vanzelf. Van het een komt het ander, heel gewoon dus. Dat is wat, zo observeert ze vervolgens... als je als stoere, trotse man voor een zo specifiek mannelijk werk... verwezen wordt naar een doodgewone juffrouw van maatschappelijk werk... die je daar dan vertelt dat het niets bijzonders is wat je doet... de vijand trotseren en het verzet tegen de bezetter gaande houden... en dat het allemaal vanzelf gaat. Met veel ophef begon Van Randwijk dan ook te vertellen... dat zij daar niet gering over moesten denken. Hij was een doorgewinterde verzetstrijder... En zijn organisatie, de oudste verzetsbeweging, enzovoort. En hier eindig ik het citaat. Het is duidelijk, lijkt mij, deze ontmoeting ging over andere dingen dan bonkaarten, namelijk over twee diametraal tegenover elkaar staande opvattingen over verzet. Opvattingen die ook gekleurd werden door seksen. Het gangbare beeld van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog draagt tot op de dag van vandaag sterk de sporen. Van Van Randwijk's verbeelding van het verzet. Het gaat, en ik doe het even kort door de bocht, maar het gaat meestal om mannen die dappere spectaculaire daden verrichten die ze soms met hun leven moesten bekopen. Mannen die zich daarmee scherp onderscheiden van de grote massa der bevolking die niet openlijk in verzet kwam. In dit soort voorstellingen van het verzet spelen vrouwen doorgaans een ondersteunende rol als ze er al in voorkomen. De bekendste van die rollen is die van de koerierster, een bijna iconische figuur zou je kunnen zeggen. Maar hoe iconisch ook, dat betekent nog niet dat vrouwen dezelfde waardering kregen als mannen. Marie-Anne Tellegen, die als dokter Max een leidende positie had in een groot netwerk van verzetsgroepen, vertelde na de oorlog dat vrouwen bij Vrij Nederland werden aangeduid als juffies, potige dames, kinderen... Of tikjuvies. Lange tijd heeft dus de door mensen als Van Randwijk gekoesterde voorstelling van het verzet gedomineerd. Een geschiedenis als die van Jacoba van Tongeren is onzichtbaar gebleven. Daar brengt dit boek hopelijk verandering in. Maar net zoals de botsing tussen Van Tongeren en Van Randwijk meer behelste dan een botsing tussen een man en een vrouw, zo betekent de publicatie van dit boek in mijn ogen ook meer. Dan het zichtbaar maken van een onbekende geschiedenis. Het boek roept namelijk prikkelende vragen op over vele ingesleten aannames over het verzet en fungeert daarmee als een soort agenda voor nieuw onderzoek. Het gaat om aannames die niet in de laatste plaats gevoed zijn door het grote werk van Lou mijn illustre voorganger. Hoe gedegen en interessant zijn beschrijvingen van de illegaliteit ook zijn, in zijn definitie van wat hij tot verzet rekent, klinkt de stem van een man als van Randwijk door. Omdat de jong, als typische man van zijn tijd, bijvoorbeeld niet de zorg voor onderduikers meerekent, zijn vrouwen in zijn werk vrijwel afwezig. Doordat hij zich bovendien concentreert op fulltime verzetstrijders, ontstaat de indruk dat een bestaan als illegaal in alle opzichten haak stond op een leven in de zogenaamde legale wereld. Het een lijkt het ander uit te sluiten, en verzetstrijders worden zo een welhaast aparte mensensoort, onbereikbaar voor gewone stervelingen. De Jong en heel veel andere geschiedschrijvers hebben dan ook niet veel oog gehad voor mensen zoals Jacoba van Tongeren, mensen voor wie de wens om stilletjes zoveel mogelijk mensen in nood te helpen de boventoon voerde, en in wie leven geen scherp onderscheid bestond tussen. Legale en illegale activiteiten. Mensen ook die vonden dat het niet aanging om na de oorlog de eigen daden bekend te maken. Die waren immers, zoals Jacoba schrijft, niets bijzonders geweest. Ze schreef om die reden, al vertelde het al na de oorlog slechts een heel beknopt, zakelijk en onpersoonlijk verslag over de geschiedenis van Groep 2000, dat zij alleen aanbood aan Prins Bernard in zijn hoedanigheid van commandant van de binnenlandse strijdkrachten. En het gevolg was stilte rond groep 2000. De jongs zwijgen over groep 2000 in de bekende televisieserie De Bezetting... bracht Jacoba er in 1965 uiteindelijk toe om het stilzwijgen te verbreken. Zij was al bezig met het opschrijven van haar herinneringen... in brieven aan radiopastor Dominé Klamer. Voor haar herinneringen kon ze gebruik maken van de dagboekjes die zij als jong meisje begon bij te houden en die ze haar hele leven is blijven schrijven. En dat betekent dat haar herinneringen volstaan met levendige dialogen, zodat je eigenlijk meteen in haar wereld van toen wordt getrokken. Er zijn ook filosofische en religieuze beschouwende passages, maar die worden dan weer afgewisseld door spannende reportages van concrete gebeurtenissen. Introspectie wordt gevolgd door analyses van andere mensen. Het opbouw van Tongeren en Trudy-admiraal knap aaneengesmede geheel vertelt zowel de eigen, zeer persoonlijke geschiedenis van Jacoba, als ook die van de groep die in zijn naam naar Jacoba verwijst. Het is een zeer meeslepend relaas, bijna een page-turner. Een bijzonder krachtige, levendige, scherp observerende persoon onthult zich langzamerhand aan de lezer. Geregeld en die staat toch in allerlei opzichten ver van je af, maar dat maakt niet uit. Geregeld neemt ze je bijvoorbeeld mee in haar gesprekken met God, waarin ze eerlijk en niets ontziend zichzelf en anderen onderzoekt. En hoewel uit alles blijkt dat ze inderdaad een door het leed van de wereld bewogen vrouw was, leidt dit niet tot zwaarwichtigheid. Als zij op een keer een voedselpakket bij iemand bezorgt die naar haar naam vraagt, zegt zij: Ik ben 2000 de Lichtvoetige. Dat is een passende, bijna sprookjesachtig beeld. Net zoals de bloemennamen die zij kiest voor haar vrienden en vriendinnen. Lichtvoetig rept Jacoba zich in haar hoedanigheid van maatschappelijk werkster in dienst van de Nederlands Hervormde Kerk van het een naar het ander. Een grapje hier, een lachje daar, een schouderklopje daar. Zorgend, alles overziend, alles opvangend, als achtervang altijd en overal in de buurt. Snel handelend. Vliegensvlucht besluiten nemend, vertrouwend op haar eigen intuïtie en op de leden van haar groep. Mannen en vrouwen die, net zoals zijzelf onder de dekmantel van een legale positie in de gewone maatschappij hun illegale werk deden. Dominees, politiemannen, verpleegsters, gemeenteambtenaren. Gezamenlijk vormden ze een wijdvertakt netwerk van mensen die een dubbele leven leiden. Een leven waarbij ze overdag naar kantoor gingen terwijl ze s'nachts vaak op een duikadres de nacht doorbrachten. Door zo over haar activiteiten en die van haar groepsgenoten te schrijven, ontstaat een ander beeld van het verzet. Jacoba's wereld is geen afgeperkte wereld. Verzet is overal en lijkt wel welhaast alom aanwezig, omdat Jacoba het in termen van verbindingen beschrijft. Verbindingen waarbij elk schakeltje telt. De concrete vorm van het verzetswerk is hulp aan met name onderduikers, maar het hogere doel is om via die hulpverlening een wijdmazig netwerk over de stad te spannen, dat, zo schrijft Jacoba, bijdraagt aan geestelijke opbouw in een tijd van decadentie en ontwrichting. En dit mag misschien hoogdravend klinken, maar het bijzondere van dit boek vind ik dat Jacoba's hoge idealen gepaard gaan met een ongelooflijk praktische instelling en een opvallende onconventionaliteit. Vanaf 1936 woont ze samen met haar levensgezellin Nel Waterler. Daarnaast koestert ze bijzondere gevoelens voor een groepsgenoot die getrouwd is. Onverwacht blijft hij op een nacht slapen, een nacht die Jacoba ervan doordringt dat, en ik volg haar woorden, begeren iets anders is dan liefhebben. En ze beseft dat ze met elke vezel van haar bestaan van deze man mag houden. En dat doet ze dan ook. Verbluffend zijn ook de passages waarin zij in gesprek met God onderzoekt. in hoeverre het terecht is dat een vrouw haar een slet noemde. De vrouw is de echtgenote van een dominee, alweer een dominee. op wie Jacoba verliefd is geweest. Jacoba ontmoet hem en zijn vrouw op de trappen van de kerk waartoe zij beide behoren waarop de vrouw haar voor slet uitmaakt. Jacoba laat de man per brief weten dat zij niet is wat zijn vrouw zegt dat zij is. Maar ze komt in haar overdenking met God tot een andere conclusie. Zij is inderdaad geen slet, omdat de liefde destijds niet is geconsumeerd. Maar aangezien zij dat wel gewild had, vindt zij zichzelf in de ogen van God wel een slet. Niets ontziende eerlijkheid. Uit deze en andere passages blijkt dat Jacoba een onconventionele, vrijgevochten vrouw was. die tegelijkertijd in het aangezicht van God bijzonder streng was voor zichzelf. Treffend is bijvoorbeeld met hoeveel begrip ze schrijft over een man, ook groepslid. die zijn vrouw had verlaten om met een jonge domineesdochter te gaan samenwonen. Er waren veel dominees in die tijd. Het gaat notabene om een man die intern haar leiderschap over Groep 2000 ondergraaft en betwist. Ze schrijft dat ze het paar ziet, en ik citeer, als twee ontredderde mensen wier leven op drift is geraakt. Maar al te goed, zo gaat ze voort, ken ik de gevaren van het illegale werk ook in dit opzicht. Niet voor niets wil ik er altijd bij zijn als er iets ondernomen wordt. Ik ken de spanningen, de psychische kortsluitingen die daar het gevolg van kunnen zijn en die op de een of andere manier moeten worden afgereageerd. Volwassen mannen, eerbare vaders van gezinnen, die schrijen als een kleine jongen, gillen als een kind in redeloze angst en daarmee hun hele ploeg in gevaar brengen. Die vaak tijdelijk verdoofd of met een kalmerend middel tot bedaren gebracht dienen te worden. En soms ook door een kaakslag of een stomp in de maag van een medestrijder buiten gevecht gesteld. Einde citaat. Met deze woorden laat Jacoba iets zien van de manier waarop mensen die verzet pleegden, probeerden om te gaan met de spanningen en de morele dilemma's die het werk met zich meebracht. Immers, mensen die zich altijd keurig aan de geschreven en ongeschreven regels van het normale maatschappelijke leven hadden gehouden, moesten nu liegen, stelen en geweld plegen. Ook werkten mannen en vrouwen nauw met elkaar samen op een manier die tot dan toe. Wegens maatschappelijke veroordelen op bezwaren gestuurd zou zijn. De meeste verzetsgeschiedenissen geven maar weinig prijs van de spanningen en conflicten die deze ongewone situatie met zich mee moet hebben gebracht. Omdat we doorgaans weinig te weten komen over hoe mensen, verzetsmensen, het vaak genoemde gevaar van verwildering, een typische term uit die tijd, hoe ze dat gevaar het hoofd proberen te bieden, dat kom je meestal niet te weten. Maar dit boek toont hoe Jacoba op een hele praktische manier, als het ware, voorleefde hoe het nieuwe morele kompas eruit zag. En daarnaast wordt ook duidelijk uit het boek hoe belangrijk het kerkelijk verband bleef als het ging om het bieden van een moreel houvast. Om de twee weken kwam de groep bijeen. Er was immers geen vergaderverbod voor kerkelijke bijeenkomsten. Dus om de twee weken konden de groep onder die dekmantel bij elkaar komen om samen met enkele predikanten te spreken over de innerlijke conflicten die speelden. De predikanten hadden hier een zeer belangrijke coachende rol, maar opvallend is dat Jacoba de liturgie las en afsloot met gebed. Dat brengt mij op wat ik zelf misschien wel de belangrijkste vraag vind die dit boek oproept. Hoe is te verklaren dat Jacoba, een vrouw, tot het einde van de oorlog leiding kon blijven geven aan een verzetsgroep? Waarop baseerde zij, een vrouw, haar gezag? Prins Bernhard hoedde dit heikele punt op zijn bekende, onnaarvolgbare wijze aan toen hij na de oorlog aan Jacoba vroeg hoe zij zo zakelijk had kunnen werken. Ik citeer, hoe heeft u als vrouw dat kunnen doen? Had u geen last met de jongens? Einde citaat. Aan het even midden of hij misschien ook zo'n jongen was, maar dit terzijde. Mijn indruk is dat Jacoba met de sanctie van de hervormde kerk tot de zomer van 1944 zonder al te veel problemen haar gezag kon uitoefenen, omdat het tot dat moment mogelijk was om leidster te zijn van een verzetsgroep waarin het principe van vrede en geweldloos verzet richtsnoer was. Een richtsnoer dat door Jacoba als het ware belichaamd werd. Vanaf de lente-zomer 1944 komt dat principe in gevaar en daarmee ook het leiderschap van Jacoba. Voor het leiderschap van een verzetsgroep werd het steeds belangrijker geacht om geweld te kunnen gebruiken als het nodig was. En op het gebruik, om het gebruik van geweld op de juiste wijze te kanaliseren door meester te blijven van alle centrifugale wilde krachten. Met het voortschrijden van de oorlog werd ook op overkoepelend niveau de kwestie van leiderschap en geweldsmonopolie steeds belangrijker. Het waren immers de binnenlandse strijdkrachten die geacht werden dat monopolie uit te oefenen. Bekend is hoe dat letterlijk niet zonder slag of stoot ging. De zogenaamde wilde groepen voegden zich niet in dit nieuwe verband... en bleven zelf bepalen hoe en wanneer zij geweld gebruikten. Ook Jacoba kreeg met dit soort dilemma's te maken. Haar conflict met Van Randwijk en Vrij Nederland... is daar de meest sprekende uitdrukking van. Van Randwijk betwist haar leiderschap op grond van het feit... dat hij niet voor zich zag hoe een vrouw in de nieuwe, meer gewelddadige fase van de oorlog en bezetting, leiding kon geven aan een relatief kleine, zelfstandige verzetsgroep. Tijd dus om tot slot dieper in te gaan op Jacoba's houding tegenover geweld en strijd en de rol die seksen daarbij speelden. Jacoba's portrettering van zichzelf als iemand die de nood en pijn van anderen wil lenigen past in het gangbare beeld van vrouwen die eerst en voor alles zorgen voor anderen. Dit beeld staat echter haaks op een ander beeld dat Jacoba ook voor zichzelf gebruikt. En dat is dat van de strijdbare heks. Die heks wordt geboren uit een heftige confrontatie met haar vader. Hermannus van Tongeren, grootmeester van de Orde der Vrijmetselaren en gepensioneerd generaal-major van het Knil. Een man met die Jacoba van haar vijfde tot haar dertiende jaar in een verplaatsbare ambtswoning in de oerwouden van Sumatra leefde. Waar hij als genieofficier leiding gaf bij het bouwen van bruggen. Terwijl haar moeder en haar zus Lot in Batavia bleven en haar broer Herman in Rotterdam op school zat, ging de jongste dochter van Hermannus om raadselachtige redenen alleen met haar vader mee naar de onherbergzame orde rond Atje. Hij voedde haar daarop als een jongen. Een jongen die strenge militaire waarden met de paplepel kreeg ingegoten. Maar die tegelijkertijd ook als een moedertje voor hem moest zorgen. Dat Indische leven legde de basis voor een band met haar vader, die voor Jacoba, zo blijkt uit het boek, zowel een bron van inspiratie en steun was, als ook een bron van stress. Waar God in de hemel zijn strenge eisen aan Jacoba oplegde, daar deed haar vader hetzelfde op aarde. Een vriend zei later dat hij daarmee een druk op Jacoba legde, die, zo zei hij, ze misschien wel nodig had, maar die haar ook, zo vreesde hij, uiteindelijk zou breken. Eenmaal terug in Nederland in 1916, als Jacoba dus 13 is, werd het gezin van Toren herenigd. Voor Jacoba braken toen pas de jaren van echte eenzaamheid aan, schrijft ze. Ze presteerde slecht op school, werd gepest door haar broer en zus en gemeden door haar moeder. Op een dag wordt ze er valselijk van beschuldigd een kostbare waterkaraf te hebben gebroken. Ook haar vader laat haar vallen en noemt haar een kleine heks. Dit brengt Jacoba tot razernij. Ze stort zich op haar vader en verwond hem tot bloedens toe. Voor haar is dit een afscheid van het vaderbeeld dat ze door de jaren in Indië had gekoesterd. In blinde woede vernielt ze de voorwerpen die het leven met haar vader in Indië symboliseren zoals de staf van de kleine Tamboermetter. Ze rekent daarmee naar eigen zich af met haar jeugd en met een leven van zoals zij dat noemt heerlijke en schone verbeelding. Ze neemt zich echter voor om niet langer weerloos te zijn en te worden wat haar vader haar noemde een heks, maar dan een strijdbare heks die alles overzag en altijd waakzaam was. Ik citeer: Jacoba bleef Jacoba, maar nu de strijdbare die haar mannetje stond. Zo schrijft zij. Dit beeld, dat goed aansluit eigenlijk bij het beeld van de duivelskunstenares... ...dat Van Randwijk gebruikte, roept de vraag op... ...wat strijdbaarheid dan betekende voor Jacoba en ook voor andere vrouwen... ...die verzeild raakten in illegaal werk. We weten dat er weinig verzetsvrouwen waren die zelf aanvallend geweld gebruikten. Vrouwen als Hannie Schaft waren een uitzondering. Tegelijkertijd weten we ook dat het optreden van vrouwen als dat afweek van datgene wat passend werd geacht voor vrouwen, dat het dan in de naoorlogse reconstructies van verzetsgeschiedenissen nogal eens werd weggeretoucheerd of ingepast in patronen die wel passend werden geacht voor vrouwen. Zo reduceerde de Friese verzetstrijder en geschiedschrijver Pieter Wibinga de rol van SM van Ege in het Friese verzet tot de rol van koerierster. In werkelijkheid werkte SM van Ege op voet van gelijkheid met KP-leider Krijn van den Helm. Dit soort van vooroordelen over vrouwen druipende reconstructies bemoeilijken het zicht op de rol die vrouwen in verzetsnetwerken speelden, zeker als het ging om het gebruik van geweld. Vaak ontbreken bronnen die tot een ander, minder bevooroordeeld beeld zouden kunnen leiden. Het Boek van Jacoba biedt zulke informatie wel. Hoe stond de wilde kat Jacoba, zoals zij zichzelf ook wel typeert, tegenover het gebruik van geweld? Jacoba's houding tegenover geweld is zeker in het licht van de militaire opvoeding door haar vader intrigerend. Op grond van haar geloof schrijft zij zichzelf voor een strijdster te zijn die niet aanvalt, maar alleen geweld gebruikt als het niet anders kan, ter verdediging. Als ze van een groepslid te horen krijgt dat een leidster de strijd niet vermijdt, maar aanvalt, zegt zij, en ik citeer: Bij iedere klap geef ik een klap terug, maar op mijn eigen manier. En zo leidt zij ook groep 2000. Die heeft weliswaar een knokploeg, of zoals Jacoba meestal schrijft: een strijdend gedeelte. Maar die knokploeg heeft een zuiver defensieve taak. Indachtig het gebod: gij zult niet doden. Ze nam wel bonkaarten af die met behulp van gewapende overvallen waren verkregen. En de groep gaf ook namen door van gevaarlijke individuen die door anderen geliquideerd zouden moeten worden. Maar het gebruik van dit type geweld door de groep zelf werd dus zoveel mogelijk vermeden. Zoals Jacobaat op een gegeven moment tegen Gerbrandi, leider van de LKP, zei: Wij zijn kerk, geen knokploeg. Of. Denk ook aan, aan haar omschrijving van de activiteiten van groep 2000 als vredeswerk in oorlogstijd. Veiligheid gaat in haar groep boven alles, maar wordt zoveel mogelijk bewerkstelligd met vreedzame middelen. De uitvinding en toepassing van het beroemde codesysteem is daarbij het belangrijkste instrument. Het boek laat zien dat de tragiek van Jacoba's leven schuilt in haar rotsvaste overtuiging dat zij, waar het om het gebruik van geweld gaat, als het ware zuiver zou kunnen blijven, trouw aan haar overtuiging. En deze overtuiging krijgt een monsterlijke klap in maart 1945, als de SD een inval doet in het kantoor, kantoor van Jacoba aan de Stadhouderskade. Juist op die dag is tegen alle regels in de codesleutel op kantoor achtergebleven, verborgen weliswaar, maar toch een zeer groot risico. De in de maanden daaraan voorafgaand reeds opgebouwde interne spanningen worden nu tot het uiterste opgevoerd. Moet de KP van Groep 2000 in actie komen en het kantoor overvallen om de code veilig te stellen en daarmee duizenden levens te redden? Jacoba wil wachten en, ze, en, zo, en proberen om de codesleutel via andere vreedzame weg veilig te stellen. De top van het landelijk verzet, die Jacoba tot verantwoording roept, is aanvankelijk voor een inval, maar laat zich door Jacoba overtuigen. Van Randwijk, die voor was, leidt een nederlaag. Maar intern is er ook een groepslid, lid van de KP van Groep 2000, die wil aanvallen. Hij krijgt een orde van Jacoba dat hij moet wachten. Boos en gekwetst als hij is, ontmoet hij een ander groepslid. Van Dusburg, degene die met de jonge domineesdochter samenwoont en het leiderschap van Jacoba wil overnemen. Van Dusburg tart de ander door hem uit te maken voor een laf juffershondje die niet wil knokken. Dat is genoeg. Samen met enkele andere KP'ers plegen zij inderdaad een overval op het kantoor om het kantoor te ontzetten. Dat mislukt, ze ontkomen weliswaar, maar de SS-Ernst er Wener wordt doodgeschoten en de codesleutel wordt niet veiliggesteld. Iedereen weet wat nu gaat volgen. Represailles. Dat was precies waarom Jacoba had willen wachten. De passages waarin zij beschrijft hoe zij in de EHBO-post onder de Weteringbrug wacht. om te zien wat er gebeuren gaat en om vervolgens getuige te zijn van de moord op dertig mensen in het Weteringplantsoen. die passages zijn werkelijk hartverscheurend. Later zal zij schrijven dat Jacoba de Lichtvoetige dan sterft. Zij voelt zich schuldig en verantwoordelijk en wordt door mensen als Van Randwijk in die gevoelens gesterkt. Iets dat natuurlijk des te opvallender is in het licht van diens voorkeur voor een gewapende actie. Jacoba twijfelt aan alles, inclusief aan haar eigen leiderschap. En toch blijkt uit de beschrijving nergens dat zij haar rol als leidster veronachtzaamt. Integendeel, zij zorgt ervoor dat de sleutel in veiligheid wordt gebracht en ze handelt ook verder. Even daadkrachtig als altijd. Maar mij lijkt toch dat er iets gebroken is in haar. Ook al slaagt ze erin om de aanvallen van Van Randwijk op haar leiderschap af te weren, en ook al blijft Groep 2000 zelfstandig in weerwil van Van Randwijks pogingen de groep in te lijven, toch is het gedaan met wat zij haar vertrouwen en geloofsblijheid noemt. Bovendien draagt de zelfstandigheid van Groep 2000 er paradoxaal genoeg toe bij. Dat ze onbekend blijft, omdat de groep na de bevrijding niet samen met de LO, RVV en LKP zichtbaar mag uittreden. Jacoba blijft haar verdere leven worstelen met de gebeurtenis in het Wetering die zij ervaart als een blijvende schandvlek. Onwillekeurig komen de passages naar boven die zij wijdt aan haar jeugd en haar angst om haar vader te schande te maken. Langzamerhand lijkt er een soort rust op te treden in de brieven aan dominee Klamer maar ook een oneindig, niet te stille verdriet. Scherp stelt ze vast dat zij fouten van anderen vergeeft... zoals zij deed met het groepslid dat tegen haar orde in toch een overval ging plegen... maar ze stelt ook scherp vast dat zij zelf geen fouten mag maken. Aangrijpend is de passage waarin zij beschrijft hoe zij... na de oorlog op het weteringplanzoen staat... op de plek waar de dertig mensen zijn vermoord. En ze denkt aan het vuilnis... Dat na het wegvoeren van de lichamen. op de fusiadeplek werd gestoord. om, zoals zij het noemt. de euveldaad te bedekken. Als nu, zo schrijft ze, ziet ze in dat zij, de lichtvoetige, trotse Jacoba. onder dat vuilnis bleef liggen en vergat om vanuit de puinhopen van haar ideaal omhoog te zien. Ik citeer. Zij bleef staren op het vuil van de rommel. Ze kroop in het stof voor haar Heer en zag niet eens. Hoe Gods adem allang over deze plaats was heengegaan en zijn 2000 had weggevoerd. omdat dit lichtvoetige wezentje in al het vuil en stof. door menselijke hoogmoed zou zijn verstikt en omgekomen. En de citaat. Jacoba had, zo blijkt uit deze en andere passages. een sterke verbeeldingskracht en een sterk gevoel voor symboliek, seculier en religieus. Daarin zie je, zo lijkt mij, zowel de invloed van de vrijmetselarij van haar vader als die van de hervormde kerk waar zij zelf voor koos. Meest sprekende uitdrukking hiervan vind ik de oranje band die zij om de arm draagt op het schilderij dat op de cover van het boek staat en dat hier nu ook staat. Een reiger staat bovenop een bijbel. De reiger rijdt de eigen borst open om haar jongeren te voeden. Ik vind het een bijna vreed symbool. Zeker in het licht van Jacoba's leven na de oorlog, dat zij vanwege een gesloopte gezondheid in bed slijt met haar levensgezelin Nel Waterler aan haar zijde. Een van de dingen die haar vader Jacoba in Indië leerde, was dat je bij een strijd je altijd moet afvragen of de trofee bepaalde offers waard is. Was de trofee de offers van Jacoba waard? Ik kan daar geen antwoord op geven. Wel weet ik dat haar boek van onschatbare waarde is voor onze kennis van het verzet. Zeker in de situatie waarin de wereld zich nu bevindt. Oorlog, geweld en vervolging zijn alom tegenwoordig en ook heel dichtbij het schijnbaar veilige Nederland. Maar verzet, zo laat Jacoba zien, bloeit ook overal als je het maar wil zien. Paul, dit boek is het resultaat van een hele bijzondere samenwerking. Tussen jou en je vrouw Els en je familie. En tussen jou en Trudy Admiraal, de goudsmit, zoals je haar zo treffend noemt. Die het door jou gevonden goud, de memoires, het album hielp smeden. Samenwerking ook, en niet in de laatste plaats, tussen jou en de nazaten van groep 2000. Maar ook tussen jou en mij. En daarmee het niot. je refereerde er al aan. Je kwam inderdaad bij mij met je idee voor dit boek. Maar dat kwam voor mij ook op een heel goed moment. Het was een moment dat het NIOD bezig was een nieuw onderzoeksprogramma voor het verzet op te stellen. Dit jaar gaat het ook echt van start uh, met twee deelonderzoeken: eentje naar de geschiedenis van het Oranje Hotel, waar ook leden van de groep in hebben gezeten, en één naar het studentenverzet. En het is hopelijk het begin van een reeks onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld naar de nieuwe manieren waarop mannen en vrouwen in verzetsnetwerken samenwerkten. Het NIO doet dat onderzoek niet in zijn eentje en kan dat ook niet doen. We proberen in te spelen op wat al gaande is en daarbij aan te sluiten en dat is heel veel. En dat is ook weer zichtbaar vanmiddag op deze bijeenkomsten. Op deze bijeenkomst waar direct betrokkenen, getuigen en ook onderzoekers, historici bij elkaar zitten. De vragen die leidend zijn voor het NIOD-onderzoeksprogramma zijn mede geïnspireerd door jouw zoektocht naar het verborgen leven van je tante Jacoba. Je tante die bij jou bleef zitten toen jij in september 1944 als klein jongetje, 2,5 jaar als ik me niet vergis, thuis moest blijven toen jouw vader Herman begraven werd. Jouw vader die net zoals jouw grootvader door de naties is vermoord. Je tante wilde een boek over groep 2000 schrijven om een ereschuld in te lossen. Het is haar niet meer gelukt. Maar jou wel.